Toa. Samenspel met Thompson. Toa. 1-2 met Mitou. Toa is erdoor. Kan het afmaken. Doet het. De Ierse komt op voorsprong na 17 minuten. Adolf Toa scoort niet makkelijk. Veel kansen gehad vorige week nog tegen Gent. Maar nu de eerste goede mogelijkheid voor Ierse na een prima combinatie. En ze staan 1-0 voor. Voor Toa is het zijn eerste in deze competitie. Toa goed weggedraaid van Stilman. Kan weer gaan versnellen. Met Mitou en Thompson weer. Daar is Thompson. Mitou in het centrum. Nijs met de hand. Dat was een penalty. Ja, natuurlijk. En dan moet hij ook een kaart krijgen. Maar volgens mij was het opzettelijk. Het blijft bij geel. Verbiste is mild. Opzettelijk handspel. Is rood, denk ik toch. Stefan Pierre. Hoogin ook met Mitou. De vaste strafschopnemer bij Lierse. En die draait die bal er lekker in. Pierre had een goede hoek, maar geen kans. En Lierse voor halfweg de eerste helft al op een 0-2 voorsprong. Stilman kan uitbreken. En alleen Zoko voorin. En daar staan ook drie verdedigers. De bal ondertussen alweer onderschept. Tegenprik van Lierse. Thompson geen buitenspel. Hoe makkelijk gaat het allemaal voor Lierse? Maar deze gaat erover. Sentelaar. Had niet te veel kunnen laten zien. Nu misschien met een versnelling. En het schot. En dat gaat erin. Heel verrassend. Na 33 minuten staat het 1-2. En eindelijk kunnen de Oostense supporters even hun hart luchten. Sentelaar met de dribbel, Wils in de wind. En dan een soort lob dat... Die nog bots voor Van der Straten en die laat zich daar verrassen. Zoko. En wordt dat daar 2-2? Jawel. Wat een blunderende defensie van Lierse. Met drie man tegen één spits. En iedereen stond er een beetje op te kijken. En ze deden niets. Nog Van der Straten, nog Nikolovski. Nog de Roep. Verre uitrap van Tieren. Koko, ja, komt naar niemand. Nikolovski volgt hem onvoldoende. De Roep biedt geen steun en Van der Straten komt er snel uit. En zo vecht Oostende terug. Nog voor de rust staat het 2-2. Nou, Zoko kan niet meer verder na zijn doelpunt. Helemaal uitgeteld. En hij wordt vervangen door Odé Thompson. De Roek en Nikolovski zijn mee. De bal gaat naar de Lorge. En die trapt hij er zomaar in. Een minuut gespeeld in de tweede helft. En de Lorge brengt Lierse weer op voorsprong. 2-3. Iedereen keek naar de grote jongens. Maar de stifter van Mitou ging naar de Lorge. En die trapt hij via de verste paal binnen. Scoorde ook al twee keer vorige week. En Stefan Tieren voor de derde keer geklopt. De Lorge. Mitou. Thompson weer op het gepaste moment vertrokken. Op de paal. Al een keertje over de goal. Dit keer treft hij de paal. Archie Thompson. Portier. Marino blijft in balbezit. Vindt Sentelaip. En Van der Straten brengt redding voor Lierse in twee keer. Marino. Smet met een overtreding die geel had kunnen opleveren. Marino gaat door. En een mooie 1-2. Marino maakt hij het af. Van der Straten tot twee keer toe op een minuut tijd. Dit keer de Italiaan zelf aan het kanon. 3 minuten. In de toegevoegde tijd. En we hebben nog een corner voor Oostende. Zelfs Stefan Tieren is mee voorin, de doelman. Karatsa trapt hem. Een scrimmage voor de goal. Tieren erbij betrokken. En uiteindelijk kan die bal weggetrapt worden naar Rijmakers. Ja, die kan die vandaar toch makkelijk in doel trappen.
Dan gaat dan de fout op Ocon. Einde van de partij. Oostende fel gejaagd op die gelijkmaker. Uiteindelijk die niet gekregen. En het verliest alweer. Voor Lierse de tweede opeenvolgende zege. Voor Oostende een slechte zaak. Zeker omdat ze hier 4 gele kaarten trokken. En evenveel spelers geschorst zijn voor de volgende wedstrijd tegen Charleroi. De eindstand in Oostende-Lierse 2-3.